De Klarenbeekse jeugd leerde kanovaken op het kanaal. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. In de meivakantie kon de jeugd uit Klarenbeek aan een wel heel bijzondere workshop meedoen. Kanovaren. Gistermiddag vond dat plaats op het Apeldoorns Dierens kanaal. De vakantieworkshop werd georganiseerd door de dorpscontactpersonen in samenwerking met de kinderopvang van Klarenbeek. De vakantieworkshop kanovaren, hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Sinds 2013 organiseren wij samen met de kinderopvang in Klarenbeek vakantieworkshops voor kinderen. Om ze juist aan allerlei dingen te laten zien die niet standaard in Klarenbeek worden aangeboden. En dat gaat van creatieve workshops, schilderijen maken tot cupcakes versieren, tot bijvoorbeeld een workshop kanovaren. En we dachten, de kans is groot op mooi weer in de meivakantie. Dus als we willen kanovaren, moeten we het nu doen. De workshop was bestemd voor de jeugd van 8 tot 16 jaar die een zwemdiploma hebben. Zij kregen professionele begeleiding van de medewerker van Kanaalverhuur Oost. De jeugd kreeg onder andere training in het manoeuvreren met de kano. En dat viel voor sommigen niet altijd mee. Wat een beetje dat kanoën. Ja hoor. Jullie draaiden hier net alsof je het vaker gedaan hebt. Nee, eigenlijk niet. Maar, eerste keer. En hoe bevalt dat? Hoe lastig is het? Nou, sturen is wel moeilijk. En ja, als die anderen niks doen, nog moeilijker. Wie is de stuurvrouw bij jullie? Ik hè. Maandag wordt er nog een andere workshop voor de kinderen gehouden. Was de volgende activiteit? Aanstaande maandag hebben we ook een vakantieworkshop voor kinderen. Een penny en een voltige workshop. Dat is een workshop met paarden en ponies in de manege in Voorst.